Het Amerikaanse ruimteveer Challenger met 7 mensen aan boord is vlak na de start ontploft. Het kabinet heeft in zijn extra vergadering nog geen beslissing genomen over bezuinigingen ten gevolge van de dalende aardgasprijs. Er is in ons land voor 5 miljard gulden industrieterrein te koop. Porselein en goud uit een 18e eeuws VOC-schip. Ongekende schatten die binnenkort worden geveild. Goedenavond. Voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse ruimtevaart heeft zich een ramp voorgedaan tijdens een shuttlevlucht. Om 6:08 vanavond vertrok het ruimteveer Challenger van Cape Canaveral voor een vlucht die 6 dagen had moeten duren. 4 keer was de vlucht al uitgesteld en ook vandaag was er nog een vertraging van een uur vanwege een mankement aan een brandstofleiding. Maar nu leek alles goed te gaan. De lancering verliep perfect en met een snelheid van ruim 3000 km per uur zet het ruimteveer met zijn 7 bemanningsleden over de Atlantische Oceaan koers naar de ruimte. De controlekamer meldde dat alles verliep volgens plan, totdat 1 minuut en 15 seconden na de lancering iedereen werd verrast door een enorme explosie. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2257 feet per second, altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. Minute 15 seconds, velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. De ontploffing deed zich voor vlak nadat de vluchtleiding bevel had gegeven met volle kracht vooruit. Op dat moment vloog een van de grote stuurraketten in brand en vloog de hele combinatie uiteen en stortte in zee. Een enorme rookkolom op een hoogte van 16 kilometer gaf aan waar de ramp zich had voltrokken. U ziet straks een herhaling met een eerste reactie van de vluchtleiding. We had een apparently nominal liftoff this morning at 11:38 Eastern Time. The ascent phase appeared normal through approximately the completion of the roll program and throttle down and engine throttle back to 104%. At that point, we had an apparent explosion. Subsequent to that, the tracking crews reported to the flight dynamics officer that the vehicle appeared to have exploded and that we had an impact in the water downrange at a location approximately 28.64 degrees north, 80.28 degrees west. At the time the data was lost with the vehicle. Vlak na de explosie was een parachute te zien. Waarschijnlijk zat daar een van de draagraketten aan, die altijd worden afgestoten als ze het ruimteveer omhoog hebben gebracht. Ze vallen dan aan een parachute in zee om te worden geborgen. In tegenstelling tot het andere ruimteveer, de Columbia, had deze Challenger geen reddingsmechanisme voor de bemanning. Met schepen en helikopters begon dadelijk een zoekactie naar de 7 bemanningsleden, tot nu toe zonder resultaat. Het ongeluk met de Challenger is het ergste ongeluk uit de Amerikaanse ruimtevaartgeschiedenis, maar niet het eerste. In 1967 kwamen 3 astronauten om toen tijdens een test brand uitbrak in hun Apollo-ruimteschip. De 7 ruimtevaarders waren vanmorgen tijdens het ontbijt goed gemutst, omdat hun vlucht, na enkele keren te zijn uitgesteld, nu eindelijk door leek te gaan. Ook lerares maatschappijleer
Christa McAuliffe, die als eerste Amerikaanse privépersoon met een shuttlevlucht mee mocht. Ze zou vanuit de ruimte twee lessen geven aan scholen in Amerika en Canada. Voor de rest zou het een gewone missie worden, waarbij twee satellieten in de ruimte moesten worden gebracht. Ook de komeet Halley zou worden geobserveerd. Na het ontbijt gingen de ruimtevaarders naar de Challenger, waar ze na alle uitstel alweer voor de derde keer instapten. Bij het aftellen waren er geen problemen. In Amerika was bij deze vlucht vooral belangstelling voor de lerares. Een aantal van haar leerlingen en haar ouders zagen de Challenger voor hun ogen ontploffen. Net als bij andere shuttlevluchten had de bemanning een uitvoerig trainingsprogramma achter de rug. Ook de lerares, die uit 11.000 kandidaten was uitverkoren om mee te gaan. Ze doorstond alle oefeningen met glans en had zich zeer op de vlucht verheugd. Ze ging ook naar Cape Canaveral toen de voorlaatste shuttle werd gelanceerd. En straks tijdens dit journaal hopen we u het laatste nieuws over de ramp met het ruimteschip te kunnen geven in een rechtstreeks gesprek met onze correspondent Haye Thomas in Washington. Beelden, het Amerikaanse ruimteveer Challenger dat vlak na de start ontplofte. Het had 7 mensen aan boord. Haye, goedenavond. Miljoenen Amerikanen weten het nieuws intussen, hebben de ontploffing ook gezien. Hoe is daarop gereageerd? Ja, eerst met ontzetting, Noortje, verbijstering. Pandemonium heerste hier, maar nu diepe, diepe verslagenheid. De vlaggen gaan overal half stok, de muziek wordt ernstig. En overal in het land extra radio- en televisieuitzendingen, waarop men voortdurend, en ik zeg echt voortdurend, de herhaling van de vreselijke beelden ziet. President Reagan heeft die beelden natuurlijk inmiddels ook gezien, hè? Heeft hij gereageerd? President Reagan was op het moment dat de ontploffing zich voordeed in de beroemde Oval Room aan het werk, aan zijn beroemde speech voor vanavond, de State of the Union. Hij kreeg de waarschuwing dat er iets vreselijks was gebeurd, liep vervolgens naar een vertrek waar een tv-toestel stond, schakelde in en zag de eerste herhalingen. En men heeft ons verteld dat hij verbijsterd was, sprakeloos. Nou zijn al die dingen die met ruimtevaart te maken hebben omgeven met zo ontzettend veel veiligheidsmaatregelen. En zoiets is dan ook nog nooit gebeurd. Is er al een aanwijzing hoe dit deze keer wel heeft kunnen gebeuren? Officieel niets. Men heeft er niets op gezegd tot nog toe. Maar het regent nu theorieën. Het was erg koud vanmorgen in Florida toen de lancering plaatsvond. Het was beneden het vriespunt. Er zijn nu ook beelden waarin je kunt zien dat aan de lanceerinstallaties en aan het ruimteveer zelf, aan de installatie tanks eromheen, de brandstoftank, vooral die licht ontvlambare brandstoftank, daar zaten was ijsafzetting. En die theorieën die worden nu uitgewerkt. Die zegt er zijn veiligheidsmaatregelen. Er waren vroeger in die ruimteveren, toen er nog kleinere bemanningen waren, schietstoelen. De bemanning is in de loop der jaren groter geworden. Er was geen plaats meer voor die schietstoelen. Ook al omdat men had uitgewerkt de theorie dat als zich zoiets rampzaligs voordoet, geen schietstoel meer zou kunnen helpen. Kan deze gebeurtenis gevolgen hebben voor het ruimtevaartprogramma? Ook daar is officieel nog niets over meegedeeld, maar men neemt aan dat hier een intensief onderzoek zal komen en dat er is een heel druk schema voor ruimtevluchten. En NASA was ook onder grote druk om dat schema aan te houden, dat voorlopig wel wordt uitgesteld. De president verwachtte men zou daar vanavond iets over kunnen zeggen. Hij heeft inmiddels de toespraak, de grote politieke jaarrede, de State of the Union, afgelast. De bedoeling is wel dat hij vanavond nog voor de televisie zal komen. Het tijdstip is nog niet bepaald. Dankjewel, Haye Thomas. En onze correspondent in Moskou meldt dat de Russische televisie in haar belangrijkste nieuwsuitzending zojuist de ramp ook heeft laten zien. Het laatste ongeluk in de Russische ruimtevaart was in 1971. Toen kwamen bij de landing van een capsule 3 kosmonauten om.